Ja, het is geweldig, hartstikke mooi gevoel uit het voorjaar en de koeien naar buiten, dat is een fantastisch moment. Is dit een beetje het equivalent van de benen strekken voor de koeien? Min of meer wel. Dan kun je ook wel zien hoe ze straks de in rennen? Ik denk dat ze vanavond een beetje spierpijn hebben. Dan denk ik wel. Wat merk je aan de koeien en aanloop naar, naar, naar deze weken toe? Hebben ze ook echt al zin om naar buiten te gaan? Nou, zo slim is het nog niet. Het is niet. Ik, al een paar weken van tevoren beginnen te vertellen van jullie gewoon uh, volgende week naar buiten. Nee, dat niet. Nee, het is wel zo als ze uh, gisteren met mijn draad aan de gang gaan en klaarmaken. De wei, dan hebben je ze natuurlijk wel in de gaten en dan gaan ze voor de, door, voor de deur staan kijken. Dat wel. Ze, ze zijn niet gek. Ze hebben wel in de gaten dat het uh, mooi weer dat je buiten, buiten een beetje aan het rammelen bent en hé, uh, hey, gaat dat gebeuren vandaag of niet? Ja. Doe je nou zelf ook nog even een vreugdedansje straks, als, uh, net als de koeien? Had ik heb morgen wel gedaan. Yes, vandaag gaan ze naar buiten. <laughs> ja. Waarom heb je eigenlijk op deze datum gekozen om ze naar buiten te laten? Nou, het is uh, het voorjaar. Er uh, staat al ruim voldoende gras in de wei. En een stukje stimulering voor, uh, voor de weidegang, de uh, premie voor de weidevogels. En normaal gesproken had ik dan wel inderdaad het eerst alles gemaaid. En dan ging ze vier weken naar buiten. Ja, ja. En op de manier die die, die premie meer kan pakken, uh, ja, naar buiten doen ik ze toch. Die weidepremie, wat houdt dat precies voor jou in? Elke veehouder weer de, de koeien voor half april. Of tot mei, gelukkig een beetje spelen afhankelijk van het weer. De koeien er buiten doen dit jaar. Voor het eerst zijn, krijgen een ondernemers een subsidie van 700 euro. Puur om te stimuleren. Van, en niet alle percelen met de eerste keer gaan maaien. Dat is puur een beide vogelbeheer, om die nesten te beschermen.